op Sportpark Panhuis. De wedstrijd tussen GVVV, de nummer 18 van de Jacks League, tegen de nummer 16 IJsselmeervogels. GVVV kende een goede tussenperiode in de voorbereiding. Dat leverde een aantal goede wedstrijden op en speelde afgelopen zaterdag gelijk tegen TSC. Had meer verdiend. En de eerste kans van de wedstrijd is ook voor de Veenendalers in het blauw. El Idrissi is de man die schiet op het doel van Julian Prinsen, de doelman van IJsselmeervogels, de vervanger van de geblesseerde Jamie Schaap. IJsselmeervogels probeert het dan met Gerald Hak. Die bal wordt tot hoekschop verwerkt, ziet ook Jan van Willigen. Was ooit keeper van IJsselmeervogels in de jeugdopleiding, nu dus van GVVV. Van Son met de voorzet bij de tweede paal, daar is Mitch Willems. Die duikt daar in één keer bij de tweede paal op, kopt die bal binnen, het is de 16e minuut. En dan komt IJsselmeervogels op een 0-1 voorsprong. Grote Brecht zit daar niet goed bij, Willems kan binnenkoppen, Van Willigen is kansloos. En IJsselmeervogels, misschien wel tegen de verhouding in, op een 1-0 voorsprong. Dan de goede actie. En nog steeds de goede actie. En dan is het Mitch Willems, de doelpuntenmaker, die daar de overtreding moet maken. Het is de gele kaart voor hem. De eerste van scheidsrechter Bronsvoort. En Prinsen zet zijn muur neer. De vrije trap is van Oostinje. En die gaat erin. Tom Oostinje. Good old Tom Oostinje. Het is de 21ste minuut. 5 minuten na de openingstreffer zorgt hij voor een panhuis. Dat mag juichen, want de 1-1 staat weer op het scorebord. En dan probeert IJsselmeervogels het weer. Potjes lost dat goed op. Van Arnhem. Wilde actie van Philip van Arnhem. En weer geel, zegt Bronsvoort. En zo kunnen we de kaarten dus ook op gaan tellen. Wilde actie. En Potjes mag van geluk spreken dat hij niet wordt geraakt. Oostinje dan met de vrije trap. Prinsen met de twee vuisten, weggewerkt. Het zal hem enig zelfvertrouwen geven, die doelman van IJsselmeervogels. Burgering brengt de bal weer in. Vlak voor rust en dan Bitter. Bitter met de 2-1 voor GVVV. Jordi Bitter kwam in de ploeg voor de geblesseerd geraakte Joshua Patrick. Controleert die bal en met links binnenkant paal. En de 2-1 voor GVVV, dat is ook meteen de ruststand. En de Veenendalers gaan verder in die tweede helft met Burgering weer. Hij met de actie. Voorlangs noem je dat. En daarvoor hoeft Prinsen niet in actie te komen. IJsselmeervogels had Danny van der Meijrakker op de bank zitten. Die kwam dus ook later in die wedstrijd. Lange tijd geblesseerd geweest. En op de vrije trap van Teunissen van GVVV geen moeite voor Prinsen. Van der Meijrakker er dus bij. Kan hij iets losmaken bij de vogels? Van der Laar, van Arnhem. En zo speelt men die bal uiteindelijk rond. Martis doet het dan met links. Maar over het doel voor Van Willigen. Boven in beeld Van der Meijrakker met de aanwijzingen. Want IJsselmeervogels kijkt angstig naar beneden op de ranglijst. Want de plekken die recht geven op degradatie komen dichtbij. De voorzet Hendriksen had de wedstrijd in het slot kunnen gooien. Fabio Hendriksen. Ook hij kwam vroeg in de wedstrijd voor El Idrissi. Maar schuift die bal naast het doel van Prinsen. En de vogels dan maar weer proberen. Richting het hoofd van Van der Meijrakker. Die is hier. Het schot van Van der Meijrakker. Maar dat gaat naast het doel van Van Willigen. En zo is het Gerry Vink die op weg is naar 3 punten. De trainer die op het punt staat zijn contract te verlengen bij GVVV. Hij wil er nog best een extra jaar aan vastplakken. Heeft vertrouwen in zijn selectie. Hendriksen wordt diep gestuurd. Hendriksen gaat hij af op Prinsen. Hendriksen legt af. Wie maakt hem af? Wie doet het? Niemand doet het. Dus ook Burgering niet. Wat een kans om die wedstrijd definitief in het slot te gooien. Maar Burgering laat het na. En zo is het nog altijd maar 2-1 voor GVVV. En IJsselmeervogels doet verwoede pogingen om in de aanval te komen. Daar is het schot van Britter. Daar is het de redding weer van doelman Prinsen. En daar is het eindsignaal. Gerry Vink dolgelukkig 3 punten. Heel belangrijk. Het GVVV wint van de vogels.